De 14-jarige Rowena van Klompenburg uit Lindeholt hoefde de afgelopen dagen even niet naar school. Ze reisde af naar Italië voor de wereldkampioenschappen kickboksen en thaiboksen. En dat deed ze niet zonder succes. Ze pakte maar liefst 3 titels. Maandagavond kwam ze weer terug op Nederlandse bodem en dinsdag was het tijd om een feestje te vieren. En dat had ze verdiend, want Rowena heeft er hard voor getraind. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag heb ik 2 uur getraind op een dag. Het WK was zondag afgelopen, maar het toernooi begon voor Rowena woensdag al. Dan moet je wegen en dan donderdag kreeg je een optocht en dan begonnen ook een paar wedstrijden. Een wereldkampioenschap vechtsporten in Italië. Je zou denken dat dat zwaar is. Oh, eigenlijk vond ik het helemaal niet moeilijk. Nu ze 3 titels op zak heeft, is Rowena nog lang niet klaar. Ze heeft nu even rust, maar volgend jaar mag ze weer vol aan de bak. In januari ga ik naar Engeland en in februari ga ik naar Duitsland, ook kampioenschappen.